Een positieve draai geven aan nieuws over de jeugdzorg. Ik ga het in deze video proberen, want meestal is het vrij negatief. Zolang de jeugdzorg bestaat, zijn er al problemen in de jeugdzorg. En ondertussen kan je alleen maar verder wegzakken in alle ellende. Het positieve nieuws: de politiek keerde 111 miljoen euro uit aan mensen die schade hebben opgelopen in de jeugdzorg, bijvoorbeeld door geweld of dwangarbeid. En daarmee is het positieve nieuws ook gelijk wel verteld. De tegemoetkoming van 5000 euro per persoon is namelijk voor iedereen gelijk, hoe groot de problemen ook zijn. En dat voelt voor veel mensen oneerlijk. Ja, en dan krijg je daar 5000 euro voor. Dat vind ik wel pijnlijk. Want het staat niet in verhouding tot het feit dat de jeugdbescherming wist dat het niet een oké gezin was en mij er toch hebben geplaatst en hebben gewacht tot ik ben weggelopen, waardoor ik dingen heb opgelopen die ik niet had hoeven oplopen. Even een paar jaar terug in de tijd, 2020, het NOS-journaal. Er waren al excuses en nu is er ook een schadevergoeding. Mensen die als kind misbruikt of mishandeld zijn in een jeugdinrichting of een pleeggezin krijgen 5000 euro per persoon. Dat nieuws komt na het kritische rapport van Commissie De Winter. Daarin staat dat er sinds 1945 in de jeugdzorg sprake is van stelselmatig geweld en misbruik. Het kabinet erkent dat ze steken hebben laten vallen en dat ze iets recht moeten zetten. En nu, 4 jaar later, weten we hoeveel personen 5000 euro als tegemoetkoming op hun rekening hebben gekregen. Het zijn er ruim 22.000, onder wie Jaden en Daisy. Ik ben met 8 door mijn moeder uit huis gedaan. Ik heb van 2014 tot 2024 of 23 in de jeugdzorg gezeten. En waaronder het pleeggezin dus. En daar heb ik het langst gezeten. Ik woonde wel ergens bij mensen, maar ik hoorde er niet bij en dat voelde ik heel sterk. En er werd vaak tegen me geschild door de pleegouders, dus het was niet fijn om een gesprek te voeren. En er waren ook gevallen waarin ik bij mijn arm werd gepakt en echt wel vernederd werd op dat moment. Dat was niet fijn, nee. Nou ja, verder heeft mijn pleegmoeder het ooit geflikt om... Op een ochtend kwam ik beneden en toen zei ze, heb je je gewassen of heb je je gedoucht? Ik zei ja. En toen voelde ze zo in mijn gezicht, nee, je hebt je niet gedoucht. Je gaat nu naar boven en ga me bij de wastafel je uitkleden en dan kom ik dadelijk kijken hoe jij je gaat wassen. En dan ging ze letterlijk staan kijken hoe ik me van top tot teen ging wassen. Nou, dat was wel dat je door de grond heen zakt, zeg maar. De drempel was te hoog voor mij om een melding te doen. Omdat ik in zo'n lastige situatie zat met mensen die wel een grote machtspositie hebben. En wat ervoor heeft gezorgd, alles bij elkaar, de 10 jaar jeugdzorg, dat ik beschadigd ben geraakt. En dat ik dus uiteindelijk in aanmerking mocht komen voor 5000 euro fooi, wat ze een tegemoetkoming noemen. Ja. En Daisy en Jaden zijn lang niet de enigen die een tegemoetkoming hebben gekregen. In totaal deden 27.000 mensen een aanvraag. 4.000 werden er afgewezen. Dat betekent dus dat het merendeel die tegemoetkoming heeft gekregen. De overheid heeft het een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg genoemd. Ik en vele anderen denken dat dat heel bewust is gedaan door de overheid. Omdat op het moment dat je het een schadevergoeding noemt, dan beken je schuld. En dat is niet wat onze overheid wil. Want dan gaat de deur open om makkelijker onrechtmatige daden aan te kunnen tonen. Waarmee de deur open gaat naar echte schadevergoedingen. Met bedragen waarvan ik ook had kunnen zeggen, kijk, hier word ik nou blij van. Nou, ik heb er een heel dubbel gevoel bij 5000 euro. Want enerzijds is het wel een gevoel van erkenning en het laat wel zien de jaren geweld dat ik heb meegemaakt in de jeugdzorg, dat verkeerd was. Maar aan de andere kant, een geldbedrag koopt geen jarenlang geweld weg. Het is een pleister voor het bloeden.